We hebben 3 jaar geleden voor het eerst ontdekt dat deze tentoonstelling bestond. Stond die in Londen op dat moment. En toen ben ik er achteraan gegaan, want de indruk die ik ervan kreeg was zo fantastisch. Ik denk, als we dat in huis krijgen, hebben we een top tentoonstelling in het Natuurmuseum. Dat mislukte toen, want die tentoonstelling stond op het punt om naar Amerika te gaan. Maar toen had ik wel te horen gekregen dat er wellicht een tweede versie zou worden gemaakt. Nou, dat is in de tussentijd gebeurd. En alweer anderhalf jaar geleden hoorde ik dat inderdaad die versie er niet was. Dus toen heb ik weer contact opgenomen. We hebben toen erover gesproken en ik kon me weer melden als er een tweede versie was. Dus dat doe ik hierbij. En ik heb er erg veel belangstelling voor. Nou, dan komt het gesprek op gang van hoe groot is jullie museum, hoeveel mensen wonen er in Leeuwarden en in 30 kilometer om Leeuwarden heen. En toen merkte ik dat het wat moeilijk werd, want het museum was wat te klein en we hadden niet een plek die donker was. Hè. Dit atrium waar we nu het hoofddeel van de tentoonstelling hebben is normaal daglicht voorziening. 600.000 mensen, ja, de tentoonstelling staat in Wenen, in Londen, in miljoenen steden, in Chicago, Washington, Frankfurt. Dus allemaal steden die een tienvoudige bereik hebben van Leeuwarden. Dus het ging moeilijk en uiteindelijk ben ik toch blijven vragen en argumenten aandragen van waarom het toch bij ons zou passen. Museumprijs hebben gewonnen en dat we soms heus wel veel bezoekers op een dag hebben in de herfstvakantie. Maar uiteindelijk kwam de versnelling, kwam de kanteling in het gesprek. Toen Leeuwarden culturele hoofdstad werd, toen merkte ik dat de stemming aan de andere kant, om het zo maar even te zeggen, deed kantelen. En toen zijn we serieus over een contract gaan praten. En, toen heeft dat natuurlijk nog weer een tijdje geduurd, maar uiteindelijk vorig jaar... Ja, december is het rondgekomen dat we het over de prijs, de periode en hoe we het dan indelen en zo eens zijn geworden. We mogen gewoon trots op zijn dat is gelukt, want het is eigenlijk inderdaad wel wat te groot voor dit museum, voor deze stad. Maar toch vind ik het absoluut van belang dat ook dit soort producties in Leeuwarden, en zeker met het oog op culturele hoofdstad, dat die hier te zien zijn. Want daarmee zet je Leeuwarden toch ook neer als een stad waar... landelijke primeurs van internationale producties hun plek vinden. En dat vind ik heel belangrijk.